Nou, zoals je ziet hebben we hier dus één grote zooi aan alle onderdelen liggen. Mijn hele Fairphone is uit elkaar gehaald. Ik heb twee linkerhanden, helemaal geen verstand van dit soort dingen uit elkaar te halen. Dus als ik het kan, dan kan jij het zeker ook. En we gaan kijken, wil dit wat of niet? Dus ja, laten we eens even zien. Als eerste wat je nodig hebt is de kruiskop schroevendraaier, een kleine. Dit is een 00. Die krijgen de standaard volgens mij bij. En je hebt een T5 nodig. Zo'n sterretje. Ik weet niet precies hoe je dit noemt, maar het is een sterretje. Dit heb je dus ook nodig. Staat niet standaard erbij. Heb je wel nodig voor het kapje van de moederbord. Om het natuurlijk uit te halen. Dat is dit ding daar trouwens. Dus ja, laten we dit in elkaar gaan zetten en kijken of het ons lukt. De moederbord moet wel als eerste in. Wil je dus het schermpje en alles verbonden krijgen. Dus moederbord als eerst is belangrijk. Dus die zetten we hier gewoon zo erin. Voilà. En dan zul je zien, daar zit hier een connector. En deze connector hebben we dus nodig voor het scherm. Maar als eerst gaan we dus het moederbord eerst even vastdraaien. En daarvoor hebben we dit plaatje dus nodig. Want het zou zonde wezen als het opeens halverwege weer eruit valt. Dat zou vervelend wezen. Deze heeft dus een eigen kleine kruis. Ja, wat is dat voor schroefje? Dat ene, dat sterretje geval schroefje. Ik heb geen flauw idee. Maar die zetten we dus even erin. Even kijken. Nou ja, het vormpje. Je ziet het inhammetje hier al. Nou ja, dat gaat dus natuurlijk dit plaatje precies omheen vallen. Je pakt jouw schroevendraaier dingetje eventjes. En dan ga je vervolgens de schroefjes erin doen. Nou, makkelijk zat toch? Ik bedoel, meer is het eigenlijk ook niet. Nou, dan pakken we die andere twee ook even. Zetten we deze nog even erin. Zo. Voilà. En nogmaals, als ik het kan, dan kunnen jullie het ook. Want ik ben de meest onhandige gast ooit. Nou, deze zetten, draaien we nog even wat strakker neer. Zo, zodat het zeker niet eruit valt. Oh. Ah, dat is ook heel fijn. Nou, vervolgens wat we dan willen doen is het scherm hier ingeklikt krijgen. Dus we pakken het scherm, deze hier. Er is maar één manier mogelijk en dat is natuurlijk het erin klikken. Dus laten we dat eens even doen. Het is wel een heel gepriegel. Als je dit met je handen doet namelijk. Want ik doe het wel. Ik wil het even zonder, want hun leveren ook geen toolkit bij. Dus ik neem aan dat de meeste mensen het op deze manier zullen doen. Deze doen we eventjes apart zo. Oh mijn god, wat is dit? Een gepriegel. Zelfs al kun je het zelf aanpassen, is het nog wel even een geklooi. Oh, ik druk de moederbord er weer wat uit. Dat is niet de bedoeling. Misschien is het beter dat ik die later doe. Maar dat deed ik net ook niet. Ik heb het ook niet zo uit elkaar gehaald. Dus ik probeer het alsnog op deze manier. Kom op, werk even mee, mijn vriend. Oh, het is niet. Waarom kunnen ze die connectoren niet makkelijker maken? Kom op, erin. Zit hij erin? Nee. Ja, there we go. Hij zit erin. Even wat aandrukken met de nagels. Geen flauw idee of dat kan of moet. Maar ik gok, degene die dit waarschijnlijk gaat halen, weet hier ook niks van. Dus dat is mooi om te weten dat als ik het kan, dan kunnen jullie het ook. Nou, vervolgens slijt je hem gewoon in op de enigste juiste manier. Hartstikke idee. En dan zit hij erin. Maar vervolgens moet je natuurlijk wel het even vastschroeven. En dan pakken we onze schroevendraaier. En dan heb je de zwarte schroefjes, die zijn voor buitenom. Dus dat is wel even goed om te weten. Zwarte schroefjes voor buitenom. Dus dan doen we dit ding. Hij is magnetisch, dat is ook fijn. Hij is gewoon magnetisch. Dus je kan zo eraan vaststikken en dan vervolgens het erin drukken. En dan schroeven we hem erin. Like this. Wat ik altijd zelf wel doe, is altijd cross links of links, rechts telkens het vastmaken. Want dan zit het sowieso het stevigste. En dan gaat het niet opeens heen en weer wiebelen. Nou, op zich, voor dit maakt het niet zo heel veel uit. Voor waterkoelers is altijd net wat anders. Zo. En dan pakken we deze. Ja. Die doen we hierin.
Natuurlijk heb ik al een beetje onthouden van waar alle componenten zitten. En ik neem aan dat Fairphone uiteindelijk wel een reparatievideo hiervan maakt. Ik heb nog niet zo snel iets kunnen vinden op YouTube, maar ik vermoed dat er waarschijnlijk binnenkort wel een video voor online komt. Want natuurlijk, niet iedereen is helemaal bezig in de technologiewereld. En dan zou het wel zo makkelijk wezen als iemand het eventjes voor je uitlegt hoe het allemaal dan moet. Kom op. Eventjes erop jij. Doe deze hierin. Zo. We zien nog wat meer zwarte schroefjes. Die pakken we er even bij. Belangrijk is het om niet een schroef te verliezen. Dat zou zonde wezen. Anders moet je waarschijnlijk weer eentje bijhalen. Oké. Schroeven we deze erin. Ik kijk er nu al niet meer uit naar al die andere ribbon cables van de selfiecamera. En weet ik het wat. Het wordt weer een enorm gedoe. Oké. Dan pakken we de... Is hier rechts... boven. Zoals dit. Hartstikke idee. Nou, het gaat zo mooi als wat, zeg ik. Want de magnetische is kan niet zo eraan vastkleven. Ach, het is ook zo fijn. Ik heb zelf ook een iFixit toolkit. En die dingen zijn gewoon super handig. We hebben hier nog eentje. En dan moeten we kijken. We hebben nog één schroefje nodig. En hopelijk ben ik die niet kwijtgeraakt. Maar ik zie hem op dit moment niet even heel snel. Zo, doen we deze daarin. Mooi, en nu de laatste schroef. Alleen, waar zit de schroef? Oh, achter hier. Grapje, ik ben niet verloren. Ik ben zo jolige jongen. Oh. Nou, doen we deze hier zo erin. Zo. Zo. Even de laatste schroefjes even wat aandraaien. Dan weet je zeker dat het goed stevig zit. En ik denk dat het voor uiteindelijk jouw waterproofing ook wel zo fijn is. Als het wel een beetje strakker in zit. Dan laat natuurlijk een beetje een spleetje onder. Zo. Voilà. Kijk, het scherm zit erop en nu gaan we naar de volgende stap. En dat is de selfiecamera. Want zoals je ziet, zit er gewoon een gaatje in. En dat moet natuurlijk niet. Of het is een mooi spiekgaatje. Maar ja, een camera is ook weer on the speak, I guess. Of kun je tenminste op die manier gebruiken. Dus ja. Nou, dit is dus... Oh. Zie, dit is waar ik ben zo onhandig met deze dingen. Dit is dus de selfiecamera. Nou ja, daar gaat maar één manier in natuurlijk met de selfiecamera. Dat is gewoon letterlijk hier... inleggen. Dus dat doen we hier zo in. Ja. Oh, oh. Ja, nu valt hij erin. Klikken we vast. Nou, die ging wel een stuk makkelijker. En voilà, we hebben een selfiecamera. Nou, hartstikke mooi. Dan willen wij vervolgens... wat dit ook maar is. willen we erin doen? Ik denk dat het een speaker is, of niet? Ja, dit is een speaker. Dit is een speakertje dus, wat dus in de telefoon zit. Kijk hoe klein dit is. Echt klein. Dus deze doen we hier vervolgens rechtsbovenin. Dus zo. Ja. Er zitten wel een beetje losjes in, maar dat is niet heel erg. Ribbon zit vast. Ik weet niet hoe ze dit vast hadden, want die zat eerst vastgeplakt, maar die heb ik per ongeluk wat losgetrokken. Er zit wel een beetje wat flappig zo erop, maar volgens mij is het dikke prima. Althans, we zullen er zo meteen achterkomen. Of kun je het nog wat indrukken? Nee, hè? Nee, ik heb verder zo ver mogelijk ingedrukt dat ik me kan. Dus die zit erin. Dan vervolgens hebben we hier de USB-C oplaadpoort. Dus als je natuurlijk... Het zie je best wel vaak dat oplaadpoortjes niet zo goed mee doen. Dus of de stof of dat het gewoon een beetje zijn tijd heeft gehaald. Nou, dan kun je heel makkelijk ook gewoon zo je oplaadpoortje vervangen. Dus deze zetten we gewoon hier onderin. En dan klikken we deze vast. Dan klikken we deze vast. Oh, ik gebruik te veel kracht misschien. Wacht even hoor. Oh mijn god, ja. Ik voor mijn gevoel doe ik veel te veel kracht op dit ding. Maar ik wil het gewoon erin hebben. Kom op.
Ze hadden dit niet over moeten laten aan mij. Nou ja, ik heb er zelf voor gekozen. There we go. Hij zit erin. Voilà. Ja, nou hier heb je natuurlijk een schroefgaatje, maar dat gaat zo meteen met de behuizing mee. Dus dit ding. Alhoewel trouwens, voor me zijn we ook bij dat deel niet aangekomen. Ja, voor me wel. Dus laten we deze ook maar erin zetten. Nou ja, er kan één manier. Je hebt hier het rondje natuurlijk rechts onderin. En hier het rondje natuurlijk van deze. Dus voor mij is dat de vibratormotor. En dan, dit is dan het spiekertje dan zeker. Ja, dat is een spiekertje. Nou ja, dan doen we deze hier zo. Leggen we zo erin. Of moeten we het erin schuiven? Ik denk dat het erin schuiven het makkelijkste is. Ja. Zo erin schuiven. Dan zit hij erin. En dan druk je het op zijn plaats. Oh wacht. Ik heb echt zo'n gevoel dat dingen breken hier. Oh, dat is echt voor mij de eerste keer dat ik het telefoon heb opengehaald. Holy shit. Maar het zit erin. En voilà. We moeten natuurlijk even achterkomen of het allemaal nog werkt. Dat zien we zo meteen wel. Oh man. Oké. Okay. Nou, de boel even vastschroeven. Gelukkig zijn het allemaal dezelfde schroefjes. Gewoon de witte schroefjes. Dan zetten we dat nog even vast. Zo. En dat is natuurlijk de moment of the truth. Ik ben echt benieuwd of al die onderdelen nou daadwerkelijk werken. Dus een speaker op wat poort en weet ik het wat. Want, oh, oh, oh. Het zal mij echt benieuwen. Voor mijn gevoel heb ik de helft gesloopt. Alhoewel, niks is afgebroken. Heb ik wel het gevoel dat ik soms een beetje te veel kracht in had gedaan. Doen we deze vast. Pakken we dit schroefje. Doen we deze hierin. Zo. Oké. En dan dit schroefje doen we dan daarin. Zo. Ja. Nou, dit gaat zo makkelijk als wat trouwens. Het kost natuurlijk even tijd voor de eerste keer. Maar als je dit natuurlijk vaker gaat doen. Vermoed niet dat je dat vaker gaat doen. Of heel vaak gaat doen. Maar als je het vaker doet natuurlijk. Dan krijg je wel wat handigheid in. En dan heb je dit ding open in no time. Voilà, zo, speakertje en oplaadpoort is geïnstalleerd. Nou, dat is hartstikke mooi. Nu vervolgens gaan we over naar de camera, dus de main camera. Dit ding moet er dus opgezet worden. En de camera zit wel vast aan dit plaatje. Zoals, niet eigenlijk zoals alle andere, want alle andere zit eigenlijk los. Zit deze wel aan vast. Maar dat maakt niet uit. We zetten hem gewoon erin en dan zien we wel, toch? Ja, 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 gaat allemaal goed komen. Dus vervolgens leg hem gewoon zo erin. En dan drukken we het hele plaatje even naar beneden. Zo. Oh, het is eng. Het blijft eng om dingen erin te klikken zomaar. Oh, het blijft echt gewoon sketchy als wat. Maar het zit erin. Nu vervolgens willen we dus deze onderste ribben als eerste dicht doen. Want anders krijgen we die andere natuurlijk niet meer. Of tenminste, dan mist er één cameraatje. Zo, deze hebben we erin geklikt. Nou, dan doen we vervolgens de tweede. En dan vervolgens de derde er ook in. Ik zei de derde er ook in. Zit die erin? Zit die erin? Voor mijn gevoel, ja, ja, nee. Ja, het zit erin. Tenminste, het beweegt niet meer veel. Nou, dan zitten die er ook in geklikt. Dat ging makkelijker dan verwacht. Ik zat hier echt het meeste tegenop te kijken. Maar het is allemaal gelukt. Vervolgens schroeven we de banden natuurlijk weer even dicht. Verkeerde schroevendraaier. Zo, pakken we deze erbij. En dan zetten we deze ook even vast. Zo. La 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 la. Dat is één. Er zijn natuurlijk wel heel veel schroefjes wat je hierbij hebt. Maar ja, het moet natuurlijk wel stevig vastzitten. Dat is natuurlijk wel een vereiste natuurlijk. Oh. Zo, deze zit vast. En echt waar, het idee van dit kunnen openhalen en zelf kunnen repareren, het is fantastisch. Voor mij persoonlijk is deze mobiel net qua specificaties wat aan de matige kant. Omdat ik mijn eigen telefoon, die heeft een OLED scherm. Snellere processor. En ziet er uiteindelijk gewoon net wat mooier en moderner uit. Dus
Ik blijf die gewoon lekker gebruiken. Maar als het net even wat meer betere specificatie had gehaald, dan had ik zeker wel zo'n telefoon willen halen. Zeker omdat je heel lange updates krijgt. En misschien, wie weet, in de toekomst zeggen andere bedrijven van we gaan dezelfde weg op als Fairphone. Dat zou wel tof wezen. Dan krijg je wel duurdere toestellen, dat dan wel weer. Maar uiteindelijk, als we de wereld wat groener kunnen maken, dan zou dat helemaal top wezen. Waar is deze laatste schroef van? Ja, dit heb je dan even zoeken. Waar missen wij nog een schroefje? Ik heb hier nog eentje, maar hier zit alles erin. Daaronder zit alles in. Deze zit ook alles in. 1, 2, 3, 4, 5. Ik zou zeggen dat hier nog ergens eentje moet, maar help. Waarom missen wij nog één schroefje? Of waarom hebben wij nog één schroefje? Dat is de vraag. Waar zit die dan? Hou op. Heb ik nou iets uitgezocht? Oh, ik weet het al. Sander, wat ben je eigenlijk? Dit plaatje moet er nog op. Oh, oh, oh. Deze moet ik nog even erop klikken. Denk ik. Oh, wacht. Het is eerst schuif en dan klik. Dus eerst zo hieronder leggen en dan. Oh, please. Just. Ga maar dicht. Ga maar dicht. Ja, 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 perfect. En dan vervolgens schroeven we deze vast. Hartstikke idee. Oh mijn god. Wat doen we dit? Fantastisch. Vervolgens batterijtje. Hartstikke idee. Doen we erin. Achterklepje doen we er even op. En dan gaan we. De moment of truth. Gaat die aan of niet? Laten we eens even zien. Oh. Ah, Fairphone. Ik voel de vibratormotor hieronder ook. Hij doet het. Holy shit, nu ben ik benieuwd. Doen de speakers het ook nog? Of heb ik die echt nu gewoon gemolesteerd? En doen de camera's het nog? Daar ben ik enorm naar benieuwd. Fairphone, change in your hands. Changes in your hands. Oké, okay, nou, maar goed, krijgen jullie het niet. Haha. Touchscreen werkt, dus het display die werkt gewoon hartstikke perfect. Camera, laten we even zien. Oh, camera doet het. Ultrawide ook. Ultrawide doet het ook. Holy shit, het werkt gewoon. Selfie. Hey, ja, 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 ja. Wat is die knappe daar. Maar inderdaad, de hele meute, dat werkt gewoon. Fantastisch, nice. Hey, dat zijn jullie. Daar, op een camera. Nice, ik ben er hartstikke tevreden mee. Speakers, Spotify. Laten we die eens even opzetten. Spotify. En dan doen we even een royalty free music. Want anders krijg ik meteen een copyright strike. En dat zou zonde wezen. Royalty. Muziekje aan. Connect to a device. Ik heb al deze telefoon, ja. Ja. Ja, hartstikke idee. Het werkt. Fantastisch. Het werkt allemaal, dus het repareren van je telefoon is gewoon super simpel. Ik zie jullie nu ook zo. Ik dacht, misschien is het wel even leuk om zo te doen. Hey, jongens. Dus het werkt allemaal gewoon super. I love it. Dus als jij deze telefoon koopt, dan is repareren echt gewoon een eitje.